Buitenspelen is superbelangrijk, ook nu. Daarom organiseerden kinderzender Nickelodeon en Jantje Beton ook dit jaar weer de Nationale Buitenspeeldag. Alle kinderen werden opgeroepen om op woensdagmiddag 10 juni buiten te gaan spelen. Het skatepark Leidschendam werd bezocht door wethouder Nadine Stemmerding. Dan mag je daar nog een keer doen, hè? Oh, mag ik het nog een keer doen? Ja, zeker. Dat is goed. Nou, dit is zo'n park waar de gemeente heel erg trots op mag zijn. Want het is gewoon, het wordt heel erg goed gebruikt. En het asfalt is ook gewoon heel goed. Er kunnen wel wat dingen verbeterd worden. Bijvoorbeeld af en toe scheuren bijvoorbeeld in de, in de rems. En, maar verder is het gewoon een heel erg goed park en het wordt heel erg goed gebruikt. Ja. Dus, hoe heet die dingen daar zo? Ja, dat zijn spots. En, en daar zo kan je gewoon coole trucjes doen. Echt waar? En wat voor trucjes? Ja, Daan. Daan kan er wel één voor doen, mensen. Ja, dus dit is wel echt een park waar de gemeente trots op zijn. Ik vind dit een van de beste parken van Zuid-Holland. Dus Want jullie komen allemaal zelf voor? Ja, Voorburg, Leidschendam, Leidschveen ook wel sommige. Ja, dus, ik fiets namelijk elke dag langs, hè? Ja. En dan is het hier bijna altijd druk. Ja. Want jullie kennen elkaar ook allemaal. Ja, ja. Ja, gewoon. Ja. Ja, ik ken heel veel mensen van hier, bijvoorbeeld hem. En ik ken gewoon ook heel veel mensen van school. Maar ook heel veel mensen heb ik hier zo leren kennen. Dus ook lekker vrienden maken. Mag ik even zeggen? Kan er ook een wc komen? Ja, dat is een goed idee, mevrouw. Nee, of een waterkraan, bijvoorbeeld. Er moet een wc komen, want soms moet ik hier zo nodig passen. Pas om daar zo. Ja, dat wil ik niet weten, hè. Maar je kunt niet daar. Maar die is vies. Die is vies. Hoor, zeg maar bij een wc. Dat hou ik nou niet. Of je moet gewoon een schoonmaker. Ja, een schoonmaker die het ook goed is. Ja, maar het is, doet het nog wel. Ja. Maar het is heel klein, dus als je allemaal aan pissen bent, dan komen de mensen zo. Dan is het gewoon. Hoi! Ja, en jij denkt dat je daar de politie? Nee, natuurlijk niet. Oh, oké. Okay. Ja, of misschien een heel goed idee is ook, bij Leidseveen heb je bijvoorbeeld achter dat skatepark heb je een waterkraan staan. Dus waar, dan druk je op een knopje en dan komt er water uit. En dat is dus zeg maar... Nederland heeft zo'n goed dus... Ja, dus dat is ook wel een heel goed idee, want anders moeten kinderen helemaal naar huis om te gaan drinken. Maar nemen die geen water? Ja, wel ook, maar als we, of we vergeten het of we drinken het gewoon heel snel op, omdat ze heel veel dorst hebben bij zo'n wil. We zijn naar Albert Heijn en die verdient dan weer meer geld op ons. Hebben ze weer ijsthee mee? Ja, pakken ijsthee. Dat is ook voor het milieu.